burgemeester hiernaast staan. En ik denk een hele trotse burgemeester. Want als je burgemeester bent van Via Gladiola, ja, dan ben je blij, hè? Ik heb nog veel betere nieuws voor u. Ik ben burgemeester van de hele stad, maar de Via Gladiola vandaag in bijzonder, ja. Nee, het is een super dag, super week. Een van de beste vierdaagse weken ooit, denk ik, mag je wel zeggen. Als het vanavond ook nog goed gaat, want... Ik moet altijd wat voorbehoud maken dat het helemaal geen is. Maar we hebben meer bezoekers dan ooit. En eigenlijk ja, heel weinig incidenten. Als je het vergelijkt met een normale zaterdagse uitgaansavond, hebben we meer incidenten op zo'n zaterdagavond dan nu met misschien wel 12 tot 15 keer zoveel bezoekers. Dat zegt alles. Hoe ziet zo'n weken voor een burgemeester nou eigenlijk uit? Nou, ik ga overdag bij heel veel collega's langs tijdens de vierdaagse en andere ontvangsten. Er zijn bepaalde gasten die worden ontvangen, bijvoorbeeld gasten uit Japan waar we al jaren contact mee hebben. En de rest ben ik heel veel achter de schermen met veiligheid bezig en hoop ik dat het rustig blijft, want dan heb ik het ook rustig. En die feesten, hè? Ja, dat is wel een dingetje in Nijmegen. Ik heb er zelf al mee mogen genieten. Gaat u dan s'avonds ook wel eens de stad in? Nee, ik ga nooit de stad in, want ik ben, dat klinkt heel stom, maar ik zit eigenlijk gewoon thuis op afstand. Als ik in de stad rondloop en er zou iets gebeuren, ben ik A, niet snel weg. De telefonisch bereik is vaak lastig. En het zou een rare vertoning zijn dat er iets gebeurt en de burgemeester is een uurtje kwijt. Dus ik heb geleerd dat thuis op enige afstand te volgen nog het makkelijkste plekje is. Top! En met hoeveel trots kijkt u nu naar die lopers hier? Ja, geweldig. Kijk, vooral omdat je weet, het is allemaal goed gegaan en je ziet die mensen hebben een enorme prestatie geleverd. En ja, zij zorgen er toch wel voor een heleboel anderen op afkomen. En zij maken natuurlijk dat feest nu zo groot. Ja. Dat is echt iets om blij van te worden. Ja, absoluut. Nee, dit is ook een, de grootste blijdenis misschien nog wel morgen. Omdat je dan weet dat weer een week lang een geweldige promotie van de stad en van de regio, maar we doen het niet alleen, uitgaan. Daar heb ik misschien nog wel, ik geniet morgen misschien nog wel meer dan deze hele week. Want dan valt er ook iets van me af. Van het is mooi gegaan, iedereen heeft plezier gehad en we hebben onze stad en regio op een super manier laten zien. En heb je nog genoeg gladiolen? Volgens mij hebben we nog genoeg. Ja, dat doen vooral de wethouders. Die zijn met de gladiolen bezig en ik geef de handen hier. En mijn handen zijn er niet op. Ga zo door. Ja, dat zal ik doen. Dank u wel.